De Hakeringbank heeft weer een stap vooruit gezet in het digitale betalingsverkeer. In het kader van haar 85-jarig bestaan gisteren heeft de bank de Mopay 2.0, namelijk de Mopay Debit Card, gelanceerd. Rafik Suraj Pandey, CEO van de Hakeringbank, zegt dat de bank vanaf de lancering van Mopay in 2019 constant gewerkt heeft aan uitbreiding van de dienst. Met de laatste versie van Mopay, de Mopay Debit Card, wordt deze dienst een volwaardige betaalrekening. Deze dienst heeft alle chirale betaalmogelijkheden die een traditionele bank heeft en nog meer dan dat. Vanuit de Mopay-app betalingen te doen, getoond worden de mogelijkheid om een betaling te doen naar andere bankrekeningen. Elke rekening bij any bank. De mogelijkheid om vanuit in de app een debitkaart aan te vragen. Die debitkaart wordt u opgestuurd en u kunt hem dan bij elke Hakeringbank ATM kunt u hem activeren. En daarmee kunt u ook naar de winkels gaan om bij de postapparaten te passen. U kunt naar de ATM's gaan als u cash geld nodig heeft om geld uit de ATM te halen. Kortom, je kan alle betaalmogelijkheden die er zijn met een traditionele bankrekening worden mogelijk gemaakt. Met de Mopay Debit Card is de traditionele wijze van een bankrekening openen en internetbanking aanvragen niet meer nodig. Met deze digitale dienst van de Hakeringbank zijn alle betaaldiensten mogelijk die normaliter aangeboden worden met een traditionele bankrekening. Er zijn wel enkele beperkingen, zoals het storten van cashbedragen. Cash storten is niet mogelijk. Het is wel een digitale propositie. Een digital solution, er ook vanuit om de risico's te beheersen voor wat betreft money laundering. Dat we natuurlijk ook wel moeten kunnen monitoren en volgen wat de inflow van geld is. Maar alle chirale betaalmogelijkheden die er zijn, heb je daarbij ook. En je kan dan in de app dus de debitkaart aanvragen. En je hebt dus heel laagdrempelig toegang tot die betaalfaciliteiten. Dat was Rafik Suraj Pandey, CEO van de Hakeringbank. Hij geeft aan dat deze dienst heel effectief zal zijn voor mensen die nog geen bankrekening hebben.